van Hagen. De twee fanatieke magneetvissers deden een opmerkelijke vangst in het water van de Rotterdamse Noordsingel. Ze hengelden een kluis boven water, vol sieraden, horloges, tientallen muntjes en kogels. De sensatie van kipvel op je huid. Heerlijk, gewoon het aandachtgevoel gewoon. Wat een sensatie. Het concept is simpel. Je bindt een flinke magneet aan een stuk touw en gooit net zo lang in het water tot je beet hebt. En in dit geval is de vondst aan de Noordsingel wel heel opmerkelijk. Ja, mensen zoeken al jaren naar schatten. Ze gaan naar rommelmarten af. En mensen graven al jaren. Maar ik gooi een magneet in het water en lekker weer erbij en niet wat uitzicht. En dat is gewoon ja, heerlijk. Onze ontspanningstherapie. Ik heb ook een drukke baan bij hier zitten. Af en toe weer de hemelpaden van, nou ga ik even lekker hier zo'n uurtje magneetvissen of een paar uurtjes. Maar toch gaat het leven van de magneetvisser niet altijd over rozen. Even niet opletten, kan nare gevolgen hebben. Tjonge jonge rug, man. De magneetvissers hebben de gevonden spullen aan de politie laten zien en mogen alle voorwerpen zelf houden. Wat ga je met horloges doen? Die gaan wij bewaren voor het archief.